Hallo, ik ben Merel en als bestdeskundige voor Vlaming vastgoed. Zoals u als koper of verkoper wel zal weten, heeft een woning met een bouwjaar van 2001 of ouder een asbestattest nodig. Deze kan de term hebben niet asbestveilig of asbestveilig, maar wat betekent deze term nu eigenlijk? Een woning die de stempel asbestveilig krijgt, betekent niet automatisch dat er geen asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Deze kunnen nog altijd aanwezig zijn in de ondergrond of afgesloten van de buitenlucht. Dan komen de asbestverdachte materialen nog altijd vrij bij renovatiewerken. Tegen 2040 wil de Vlaamse overheid graag Vlaanderen asbestveilig. Hierbij wil men dat risicovolle asbestmaterialen verwijderd worden of omkast zijn en dat enkel nog asbestmaterialen in goede staat aanwezig zijn. Asbestvezels zijn gevaarlijk bij het inademen hiervan. Deze vezels komen vrij wanneer asbestmaterialen verouderen of verweren, of wanneer de mens zelf werken aanbrengt waardoor hij deze materialen beschadigt. Er zijn meer dan 3500 verschillende toepassingen van asbest in de vroegere woningbouw. Daarom is het belangrijk dat een asbestattest aanwezig is om kopers te informeren van een nieuwe woning voor ze renovatiewerken uitvoeren. Heeft u als koper of verkoper ook advies nodig, dan help ik u graag verder.